Soms dan heb je behoefte, vrienden, in het leven aan houvast, aan vastigheid, aan dingen waar je op kunt vertrouwen, waarvan je denkt, een rots in het woelige bestaan. Nou, en een van die houvasten voor mij in Medialand, dat was en is, was, moet ik zeggen, toch was altijd Pauw, Jeroen Pauw. Jeroen Pauw, die had ik altijd wel aardig hoog zitten. Weet je, ja, dat was voor mij, Jeroen Pauw was eigenlijk een onafhankelijke geest. Dat is hij. Hij koos bijna nooit partij en ging gewoon, liet zijn eigen gedachten gaan en baseerde daar zijn mening op. En ik had altijd het idee van, nou, ik ben blij dat Pauw er nog is, want dan wordt er tenminste af en toe nog iets verstandigs en iets normaals op tv gezegd. Nou, en wat gebeurt er nu, beste vrienden? Nu met die hele studententoestand daar in Amsterdam. Dan zien we zo'n interview met Halsema. En die Halsema, nou, die heb ik echt niet hoog zitten, vrienden. Maar ja, toch. Nu heeft ze het goed gedaan. Ja, dat moeten we eerlijk toegeven. Ja, eerlijk is eerlijk. En dan zie ik een interview van die Pauw. En dan denk ik, ja, Pauw, ik begin jou helemaal kwijt te raken. Die gaat dan maar over de politie dit en de politie dat. En die Halsema moet in de verdediging. En dan denk ik, oh, die Pauw. Dit zal toch niet waar zijn? Die heeft nu ook last van het deugdneuzenvirus, vrienden. Ja, Pauw. Ja, die begint ook die deugdneuzentaal uit te slaan. En ja, ja, ja. Dan ben ik in één keer mijn houvast kwijt. Pauw is ook aangestoken. Oh, maar dat is wel heel erg, hoor. Want nou hebben we helemaal niemand meer over. Nu is het één groot deugneuzenbastion geworden daar. Ja, want wat moet die Halsema dan zeggen? Wat moet hij zeggen van nou, we laten de politie er niet op los. Nee hoor, laat die studenten en die demonstranten, nee, laat maar de hele binnenstad afbreken. Ja, haal alle stenen maar uit de straten, ga je gang maar. Ja, en verniel de hele universiteit maar. Doe maar raken, ga je gang. En oh, natuurlijk, hoeveel eisen heeft u? Nee, maar we zullen gelijk alle banden met Israël zullen we verbreken. Ja hoor, is het goed zo? Dat is toch onzin allemaal, vrienden? Ja, maar dat wil hij dan wel proberen die Halsema te laten zeggen ongeveer. Die Pauw. Nou, ik weet het niet, Pauw. Maar je bent mij kwijt.